Bergen, Egmond en Schorrel. Dit is TV 80. We zijn in Bergen vandaag. En wat er te doen is, de kunst tiendaagse. Uiteraard 10 dagen, dus het gaat nog even duren. Dit is de eerste dag. En wat krijgen we allemaal te zien? Heb jij al een beeld? Nou, we hebben een hele leuke selectie. Een kleine selectie, dat wel. Van de diversiteit van kunst in Bergen en de omstreken. Dus daar gaan we lekker rondkijken. Welkom, Jos. Goedemiddag. Fijn dat we hier mogen kijken. Het lijkt wel een werkplaats hier. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het werk, dus het is een werkplaats. Ja. Zoals ieder jaar sta ik hier gewoon weer in beelden te hakken, in hout te hakken om er een beeld van te maken. Ieder jaar? Hoeveel jaar is dat inmiddels? Nou, dat ik hier buiten aan de gang ben, wel het 5e of 6e jaar alweer. Ik heb ook wel eens een workshop gegeven hier, maar nu sta ik gewoon weer alleen. Alleen houtwerk of ook je schilderijen? Nee, ik heb hier wel wat schilderijen, maar mijn schilderen is toch een beetje op de achtergrond geraakt. Doordat ik nu zo vol bezig ben met mijn houten beelden. Ik heb nu al een 30 staan, ook binnen. Dus ik ben volop met hout bezig. Nu heb ik iets gelezen over een nieuwe techniek met vuur. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ik zet ze gewoon in de brand. Je zet ze in de brand? Ja. Ja, er is een techniek uit Japan vandaan. Daar branden ze hun gevelbeschieting voor, omdat het dan brandwerend is. Verbrand hout brandt niet meer. Maar ook is het tegen weersinvloeden beschermd. Dus in het einde denk ik, mijn oudste beeld heb ik in eerste instantie geprobeerd. Dat lukte niet helemaal goed. Ik kreeg hem al in de brand, maar onder brandde niet even te veel. Maar goed, later ben ik met een goede brander even techniek geleerd. En het gaat hartstikke mooi. En hoe ben je daarop gekomen? Omdat ik dat bedrijf, bij een atelier van iemand, had ik het bedrijf gezien die daar begonnen was met die houten delen te branden. En er is een kunstenaar die heeft in het Groninger Museum gestaan met meubels, antieke meubels, een piano. En die naam weet ik even niet, maar het is een beroemde kunstenaar, maar ook die prachtige klokken, allemaal verschillend. Namen onthoud ik niet meer zo goed. Maar die stond in het Groninger Museum met dat geblakende hout, prachtig. Okay, ja, het klinkt interessant. Ik vind het ook heel mooi wat ik hier zie staan. En nou, je bent bezig. Ga je ons laten zien jouw ambacht tonen? Ja. Ik heb even een beeld proberen te vinden die al een tijdje stond. Dus je ziet hier ook aan dat er hout zit wat nieuw is. Wat ik met de machine een beetje voorbewerkt heb. Ja. En dan zie ik er wat vorm in komen. Dan ga ik hem nu met de hand doen. Ik vind hem eigenlijk nu al mooi. Ik kan het al zien. Hout is altijd al mooi. Ja. Alle vormen. Zal ik even een stukje laten zien? Ja, graag. Ja, zien? Ja. Snippers vliegen in het rond. En weet je wat zo mooi is? Op de kunstdiedaagse, zo gauw je gaan hakken, dan komen de mensen. Mensen komen op het gehak af. Ja, natuurlijk, op de actie. Ja. Ik heb geen spatbril op. Nee, nou goed, de kracht is er wel af. Dan probeer je een beetje de ronde vormen te maken. En soms laat ik het ook ruw. He, er staan meer beelden die nog ruw zijn. Daar was ik vorig jaar mee bezig. Ik denk dat is wel leuk om die nog te laten zien. Die is heel mooi. Ja. Dus ook, want ik heb bij de tent van de kunstdienaars, dat staat ook een grote, die heb ik ook niet afgewerkt, maar ook in de brand gezet. Oh, ja. Die is ook zo mooi zwart geworden. Ja. Goed, nou bedankt zover en hele fijne dagen hier. Dankjewel. Succes. Het zal lukken met dit weer vooral, hè. We zijn op dit moment aan de Karel de Grote Laan. En ik heb naast mij staan Yvonne Bos IJssen. En kunt u iets vertellen over waar wij nu zijn? Wat voor ruimte dit is? Eigenlijk is dit een oude garage. En heel veel Bergenaren kennen dit nog als bloemenwinkel. Ja, de bloemenwinkel van Bianca, geloof ik, als ik me niet vergis. Bianca geweest, maar ook van Nuyens. Oké. Okay. Dit is nu tijdelijk. Klopt. Alleen voor de kunsttiendaagse. Okay. Ja. En kunt u vertellen, wie zijn hier aan het exposeren op dit moment? En hier zijn aan het exposeren. We zijn net langsgelopen een grafiekwerk van Akkie Bosje. Het werk waar wij nu zijn, dat is van mij. Dan hebben we werk verderop de beelden van Jannie Meijer Martens, die hier staat, loopt. Dan hebben we een ruimte hierachter. Dat is namelijk ook heel leuk dat alles niet direct te zien is. Het werk van Lot Kessels.
Dat zijn bloemstillevens, zelf gefantaseerd, gecomponeerd. En dan tot slot Marijke Nauwman met iPhone-kunst. En ook een heel bijzonder ijzeren gordijn. Dat is de moeite waard om even langs te lopen. Wat moet ik me voorstellen bij iPhone-kunst? Dat alle foto's die daar hangen, gewoon met de iPhone zijn gefotografeerd. Ah, oké. Okay. Dat is weer een hele bijzondere, aparte manier van kunst. Je zou zeggen, iedereen kan het, maar het gaat wel om wat voor oog je hebt. Ja, oké. Okay. Ja. En we staan hier bij schilderijen. Kunt u daar iets van vertellen? Wie heeft deze gemaakt? Nou, dat is werk van mij. Ik werk eigenlijk al mijn leven lang in acryl en aquarel. En ik schilder de onderwerpen die je in bergen aantreft. Namelijk mooie landschappen. Het strand, de bossen. Dit is Bergen aan Zee. En in de verte zie je het torentje wat iedereen wel kent. Van Huizen Glorie. Ja. Het ziet er prachtig uit. Het is prachtig om te zien. Hartelijk dank voor uw informatie. Bedankt. En ga nog eventjes rondkijken. Ja, gaan we zeker doen. Dank u wel. Ik heb nu het genoegen met Jannie Martens. En kunt u vertellen wat u aan het maken bent, of wat u gemaakt heeft hier? Ja, nou, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Het is een heel gevarieerd beeldentuintje hier geworden. Zowel vanuit steen als vanuit brons gemaakt. Ik ben vooral geïnspireerd door mensen. Het figuratieve vind ik heel erg leuk om te doen. Dus het samen zijn, de verbinding zoeken tussen mensen. En dat uit te beelden in steen. Werkt u in een atelier? Ik werk thuis. Ja, en ik werk ook heel veel in Frankrijk. Daar zit ik vaak, doe ik een workshop. Ik heb daar ook een huis en daar werk ik ook vaak met mijn stenen. En heerlijk. En ik vind het een hele mooie, u maakt net de combinatie met mensen en de dieren, zeg maar. Want ik vind dat een heel mooi, misschien kunnen we daar even een mooi shotje van maken. De school, ik vind het prachtig, naar school. Het is heel, heel dubbel om dat op te kunnen vatten. Ja, inderdaad, dat klopt. En je ziet ook de diversiteit aan kleuren, aan vormen, dus aan vissen. En terwijl ik daarmee bezig was, had ik ook bij iedere vis had ik een ander gevoel. En toen dacht ik, als je dat vertaalt in mensen, in groepen mensen, ieder mens is verschillend en toch is ieder mens ook uniek. En als geheel, als groep, kan je ook heel sterk overkomen. Toen dacht ik, ja, dit is een school vissen. Ze gaan naar school. En wat wil je op school? Dan wil je leren. Dus ieder ontwikkelt zich weer anders. Dus ik heb geprobeerd overal wat karakters in terug te laten komen. Mooi, mooi in beeld gebracht in deze vormen en mooi uitgelegd in ieder geval. Nou, wat heel bijzonder is, dat is deze sokkel. Dat zal je nergens tegenkomen, want dat komt van de wortel van een olijfboom. En dat is keihard. Het is ook bijna niet te bewerken. En dat vond ik wel een mooi evenwicht geven aan de schoolvissen. Ja. Mooi uitgelegd, mooie symboliek erachter. Ja. Dat is goed om te weten. Hartelijk dank voor de informatie. We zijn op dit moment op de Ouderbergenweg en we zijn bij Marja de Mol. En als er nou iemand divers is, dan is het Marja. Alleen al vanwege je verleden als sportvrouw, dat weet ik dan toevallig. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders geweest, maar nu ben je helemaal gespecialiseerd op totaal iets anders. En dat is onder andere fotografie. Maar ook het schilderwerk en ik zie keramiek. Dus ik zou zeggen, vertel. Dat vind ik heel erg leuk dat jij dat zegt, Arlette, dat het keramiek is. Maar het is papier wat eigenlijk overbleef. Het zijn oude werken die gerecycled zijn. Die zijn in stukken gescheurd en dat zijn iets van 10.000 stukjes. Dus dat betekent dat het nogal arbeidsintensief is. En die zijn tot een collage geplakt. Wat supermooi. Ik denk echt, volgens mij alle kijkers die dit nu zien, die denken keramiek. Maar dan vind ik het nog meer bijzonder dat dit inderdaad van papier is. Ik zal er even voor vandaan gaan, lijkt me handiger. Want hoeveel werk zit hier wel niet in dan? Ik denk een slordige 3 maanden. Wow. Ja. En hoe heb je dit bedacht? Weet je van tevoren een vorm? Nou, dat is eigenlijk voor mij de uitdaging geweest, want je weet, en dat had je ook aan de voorkant kunnen zien toen je binnenkwam op het erf, dat ik dieren schilder en dat ik daar eigenlijk al in gespecialiseerd ben.
Maar op een zeker moment ga je de lat zo hoog leggen dat het op een zeker moment geen uitdaging meer wordt. Snap je wat ik bedoel? Je hebt dat al zo vaak dan. Op een zeker moment zeg je van, ik wil nu iets anders. Ik wil mezelf het figuratieve loslaten. En ik ben begonnen met plakken en eigenlijk zonder plan. En op het moment als het ergens op begon te lijken, als iemand zei van, joh, maak je een olifant? Joh, maak je een octopus? Dat ik dacht, nu moet ik aan de andere kant gaan werken. Weet je wat het is? Als je een basis hebt, zoals Karel Appel die zei, je kan, ik rotzooi maar wat aan. Maar dat kan je niet doen als je geen basis hebt. En ik wil mezelf niet met Karel Appel te vergelijken, dat is natuurlijk te, maar ik heb wel een basis. En dan je fantasie, dat is je grootste eigenschap, tenminste, dat vind ik mijn grootste eigenschap. En als je je gevoel volgt, dus je fantasie, dan kan je dit soort resultaten krijgen. Het was voor mij ook een verrassing wat er ging gebeuren. Mooi. Ja, ik vind het echt heel speciaal, zeker nu ik weet dat het inderdaad dus geen keramiek is. Dan zie je maar weer dat je toch een kunstenaarsoog hebt of niet. Ik heb hem dus nu niet, maar ik vind het super mooi, echt heel mooi. Ik weet dat het thema is licht, dus we zien hier ook allemaal lampen. Want dit is een 30 luik, heb ik begrepen. Ja, dit is een 30 luik waar 30 afbeeldingen van lampen die ik op het strand gevonden heb. En voornamelijk gloeilampen. Een uitselectie van 2018 teruggaand naar 1997 draait eventjes om. En dan zie je dat ik met steeds wisselende lichtomstandigheden lampen gefotografeerd heb die aangespoeld zijn. En ik doe er truc en niks aan, ik fotografeer zoals ik het vind. En dan krijg je een bloemlezing van gloeilampen onder verschillende weersomstandigheden. Je ziet ook dat ze hier en daar bevroren zijn. Ik weet niet, jij, deze onder andere. Deze zat tussen een strandpaal geklemd. En zo zie je verschillende verschijningsvormen, ook onder verschillende lichtomstandigheden. Want het reflecteert, dus het is altijd een dankbaar onderwerp om te fotograferen. En het sluit prachtig aan bij het thema van dit jaar. En zo ook dat schilderij wat daar hangt. Oké, zullen we er even naartoe lopen? Ja, dat is een heel goed idee. Want daar heb je een speciaal verhaal bij, begreep ik. Weet je, ik hou van planten en bloemen. En eigenlijk ben ik degene met de groene vingers. Dat zie je nu, groen ontbreekt in dit schilderij. Maar in plaats van dat er een slagschaduw is ontstaan, ben ik het licht voor de planten op dat moment. Misschien wel een beetje te veel eer, maar goed, ik heb ook de gieter. Ik ben ook het water. Dat is in deze zomer ook wel heel belangrijk geweest. Ja. En als je hier naar kijkt, zie je dat onder mijn silhouet, dat daar alles heel vrolijk en uitbundig groeit en bloeit. En daarbuiten heb je pech, want dan heb je gewoon wat minder. Dus dat is heel kort samengevat. Ja, mooi. Het verhaal erachter. Ik prachtig, hou van een beetje humor. Ik vind hem ook schitterend. Het is heel bijzonder inderdaad. Dank. En dan met de uitleg erbij, dat maakt het helemaal speciaal. We zien hier nog, ik durf dus het materiaal niet meer te noemen, want het is vast ook iets heel anders dan wat ik denk. Dus vertel, wat is dit? We lopen er even heen. Het is ook papier, mag er aan zitten. Dit zijn met hetzelfde procedé gelijmde stukjes. En je ziet dat daar, je kan hem ook draaien, je mag gewoon aan zitten. Je ziet dat de buitenkant en de binnenkant verschillen van belijning. En je kan er ook in kijken. Ja, het is net een zuisbuis aan de binnenkant. En ook hierbij heb ik mezelf ten doel gesteld om het figuratieve los te laten. En gewoon maar mijn gevoel te volgen. Go with the flow. Hij is ook nog niet af hoor. Er komt nog meer bij? Ja, dat denk ik wel. Maar hoe moet ik dat zien? Wordt die groter dan uiteraard? En wat is je bedoeling er dan mee? Geen. Vooral geen bedoeling. Nee, dat, dat is vooral inderdaad geen bedoeling. Go with the flow. Ja. Dat is kunstenaars eigen, geloof ik. Ik was het een paar jaar kwijt, maar ik heb het nu weer terug. En ik vind het heel leuk. Ja. Dit is ook weer heel bijzonder. Ik vind de kleuren ontzettend mooi. En wie weet wat daar nog verder dan uit gaat komen met het... wat er gaat komen van dit apparaat. Ja, apparaat. Het is geen apparaat. Ja, het klinkt weer een beetje een raar apparaat. Maar misschien ben je een beetje afgeleid door de titel, Patua. Dat zal het zijn, ja. Want waarom dit titel? Mijn broer kwam hier en die zei... Hey, weet je dat je vader vroeger in de harmonie tuba heeft gespeeld? Okay. En die vond hem op, die had de associatie ermee, tuba. Ja, ik heb de associatie met een slakkenhuis, zo zie je maar weer dat het... Kijk, dat is de bedoeling van leuke. Abstract werk, dat iedereen zijn eigen ding erin kan zien. Ja, dus ja. Dan ben je vrij in de interpretatie ervan. Ja, doelgeslaagd dus in ieder geval. Ja, doelgeslaagd. Ja. Maar ik ga wel uit van een thema. Ik ben gestart met zee, hè, zoals waar we net bij stonden. Als je daar lang bij staat, dat vibreert, dat stroomt ook. En
hier strandt mijn creativiteit ook mee. Dus ja, je kan hem aan alle kanten bekijken. En aan alle kanten is hij interessant. En hoe groot hij gaat worden, dat weet niemand. Kom je het zien. Okay. Ik heb ook wel een bijzonder verhaal bij dit schilderij. Dit zijn de schapen van Marijke Dirksson. En die schapen die lopen in Egmond binnen en die begrazen de regio. En dit is naar aanleiding van een fotoserie die ik gemaakt heb eind maart. Dat is inmiddels al een jaar of vier geleden. En die schapen die zitten echt te spragen in het zonnetje. Dat betekent dat ze, West-Friezen die kennen die term wel, dat ze echt eerste zonnestralen met elk vezel van hun lijf opvangen. En dat vond ik zo'n mooi innig beeld, moeder en dochter in dit geval geloof ik bij elkaar, dat ik dat eerst in een aantal foto's gefotografeerd heb en daarna een samenvatting, dat wat ik mooi vond, als schilderij heb verwerkt. En die schapen van Marijke Dirksson, die heb ik 4 jaar lang gevolgd en ik heb ook fotografisch een schaap van haar geadopteerd en daar ben ik als enige bij geweest bij de geboorte, dus dat was bijzonder. Ik ben Marijke en Martin nog steeds heel dankbaar voor de onvergetelijke ervaringen die ik met hun schapen heb mogen meemaken. Wat een bijzondere middag hebben we al achter de rug, toch? Nou, wat hebben we veel gezien. Ja, ja heel bijzonder. Het houtwerk hebben we gezien, de man met het hout. Mooie schilderijen en zeer abstracte kunst. Ja. Met het piepschuim en het licht, ook het licht. Ja, heel bijzonder. Ja. Wat hebben we nog meer? We zijn nu natuurlijk bij Marja de Moel aanwezig. Met ook weer heel bijzonder. Die heeft zoveel diversiteit. Ik dacht dat het keramiek was. Het was dus gewoon papier. Ja, en dat schapenverhaal vind ik ook heel mooi. Nou ja, er zijn zoveel bijzondere dingen te zien in de kunsttiendaagse, op de kunsttiendaagse moet ik zeggen. Kan niet anders of we hebben een selectie moeten maken. En, en dit is het. Ja. Ja. Je moet het mee doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het is wel zeer de moeite waard, alles. Toch? Ja, ja, absoluut. Bergen, Egmond en Schorrel. Dit is TV 80.